En ja, hij gaat ons niet meenemen naar de zevende hemel, onze Johan Dane. Maar hij gaat ons wel meenemen in de wondere wereld van de paarden. Want ik zie het al staan, het allermooiste boek over paarden. Ja, dat klopt, Mathieu. En het is werkelijk een heel mooi boek. Het is eigenlijk een deeltje van een reeks over de allermooiste dieren. Er zijn er zo'n aantal uitgekomen. Dinosauriërs, oerdieren, de wilde dieren. In Engeland, wat eigenlijk de origine is, zijn er nog heel wat meer dieren die aan bod komen. Maar dit is eigenlijk, ja, laten we maar zeggen, het meest geliefde dier ter wereld. Ja. Denk ook aan het psychologische aspect. Zijn slimme dieren ook. Ja, mensen en kinderen met problemen worden al vaak eens op therapie gestuurd naar paarden, omdat daar blijkbaar toch het een en ander uitkomt. Ah, okay. In manier van spreken, zoals je zelf zegt, slimme dieren. Mm-hmm. En dit boek is gemaakt door twee Engelse auteurs, met name Tom Jackson en Diana Ferguson. Tom Jackson is een man die ook de andere boeken al heeft geschreven, is een zooloog, maar heeft zich vooral over wetenschap en technologie gebogen. En dat is uiteindelijk een van zijn kunstwerken. En ik spreek specifiek over kunstwerk, want heel belangrijk in het boek zijn de illustraties. Ja. Met twee bekende namen, met name Simon Mendes, die toch wel de Golden Star Award van de Illustrators in het Verenigd Koninkrijk heeft gewonnen. En dan heb je nog een tweede man, Val Walerchuk. Is een man die eigenlijk oog heeft voor detail. En dat zal ik straks even tonen met een aantal prachtige beelden. Ja. Van tekeningen die zijn gemaakt van de verschillende paarden. Want het gaat over 36 rassen. Het is zo dat men spreekt over de zware en de lichte paarden en de ponies. Mm-hmm. Maar dat er ook een aantal heel bijzonderheden per ras terug te vinden zijn. Je denkt bijvoorbeeld aan de schofthoogte. Dat is eigenlijk de stokhoogte tussen de grond en het bovenste gedeelte van de schouder. Ja. Dan heb je het bijvoorbeeld ook over de kleuren. De rassen, je hebt de bruine, je hebt de zwarte, je hebt de gevlekte, de schimmel. Ja. De palomino, dat is dan goudkleurig met witte manen en witte staart. Dus het is eigenlijk op een heel leuke manier naar voren gebracht per ras. Je kan ook zien welk soort paard gebruikt wordt voor wat? Is het een werkpaard? Is het een rijpaard? Is het een wedstrijdpaard? Is het een koetspaard? Ja, verschillende functies. Een huisdier, verschillende functies, ja. Mm-hmm. En ook uiteraard de herkomst. Toch wel belangrijk om te weten van welke paarden komen nu vanuit welk gedeelte van de wereld. Hè? Want men spreekt toch wel over een werelddier. Het is heel mooi geïllustreerd, heb ik al gezegd. Ik zal er eentje tonen bijvoorbeeld, een Arabische volbloed. Ja. Dat is nu een voorbeeld van een van de rassen die naar voren komen. En je ziet dat er hier en daar dus een aantal weetjes staan, in het kort onder andere, maar ook een aantal leuke zaken om te weten. We hebben het bijvoorbeeld ook over de Camargue-paarden. Camargue-paarden die uiteindelijk, ja, dat zijn de witte paarden. Men noemt ze wel eens de witte paarden van de zee. Dus de Camargue, die uiteindelijk gelegen is in het zuiden van Frankrijk en de Rhône-delta. Ja. Moerassen, dus zij draven niet, maar zij lopen of galopperen continu, omdat zij door die moerassige grond niet kunnen draven. Dus wat dat betreft, de Camargue, een van de mooie paarden die we in dit boek aantreffen. We hebben dan de Falabella, en dat wil ik jou ook niet onthouden. De Falabella is heel speciaal, Mathieu. Oh, dat zijn kleintjes. Omdat het het kleinste ras is ter wereld. Kleinste ras ter wereld, dat wil zeggen tussen de 63 en de 86 centimeter schofthoogte. Oh, dat is klein. En meeste mensen denken dan misschien, de Shetlander. Ja. Dat lijkt mij toch ook kleiner, maar die begint pas vanaf 87 centimeter. Oké, die is nog. Ja, dat is ook nog een kleintje, maar de Falabella is eigenlijk dus het kleinste raspaard ter wereld. Hè. We hebben dan ook nog de Russische Don. Om toch nog eventjes verder te bladeren. Russische Don wordt gebruikt door de Kozakken. Is eigenlijk gefokt om lang te werken en lang te stappen. Ziet er ook een heel sterk paard uit. Ja, heel sterk paard op. En zo zijn er nog een dertigtal andere die je in dit boek kan aantreffen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Lipizzaner. Dat zijn de paarden van de Spaanse rijschool in Wenen. Lipizzan is dan ook een stadje in Slovenië. Dat is ook altijd wel eens leuk om te weten. En zo gaat dat altijd maar verder. En niet vergeten ons eigenste Brabantse trekpaard. Ja. Waarvan het zwaarste ooit 1451 kilogram
Wow. 1,4 ton, dat is al een behoorlijk dier. Ja. Ja. In de middeleeuwen werd dat Brabants trekpaard gebruikt bijvoorbeeld om ten oorlog te trekken. Middeleeuwen. De ridders zaten op Brabantse trekpaarden. Mm-hmm. En vooraleer dan de tractoren en vrachtwagens hun intrede hebben gedaan in het dagelijks leven, ja, waren zij belast, die Brabantse trekpaarden, met al het werk dat op het land moest gebeuren. Hè. Ja. Dus op zich niet alleen voor echte paardenliefhebbers een must. Maar dat ging ik eigenlijk zeggen. Het is eigenlijk voor jong en oud. Dus voor jong en oud. Leren. En voor mensen die echt houden van mooie tekeningen, is dit een prachtig boek. Dat is uitgebracht door Godmer. Ja. Een uitgeverij die toch wel wat gespecialiseerd is in deze non-fictieboeken. En het is zo dat dit boek, wat ik nu aan jullie voorstel, dat dit nu in herdruk is en pas half januari terug in de winkels verkrijgbaar zal zijn. Zo'n succes, ja. Tenzij dat het her en der misschien nog ergens in de etalage hangt of ligt. Maar zo zie je maar dat het inderdaad wel serieus wat kijkers en lezers naar voren brengt. Okay. Het allermooiste boek over paarden, het is zeker niet gelogen. Oké, dankjewel Johan en blijf vooral zitten, want elke week heb jij natuurlijk twee boeken voor ons mee. Dus gaan we er zo meteen nog eentje op jullie loslaten en voorstellen.